Ik vind courgettes niet vies, maar ik vind er eigenlijk geen reet aan. Dus ze kunnen geroosterd nog wel, met wat hulpwerk kan het nog wel eetbaar zijn, maar ik ben geen rood courgette liever. Maar jij vindt het beter dan komkommer? Komkommer vind je ronduit smerig? Ja, afschuwelijk, vooral omdat ze vies ruikt. Het is awesome. Kunt u mij horen? Er zijn nog steeds mensen die podcast voor het eerst ontdekken. Ja, dat is opvallend, hè? Met zo ontzettend veel aanbod denk je dat iedereen inmiddels wel podcast luistert, maar niets is minder waar. Als je deze podcast voor het eerst luistert, welkom. Welkom bij Maarten van Rossum, de podcast. Abonneer je eventjes op deze podcast, dat is heel handig, want dan krijg je nieuwe afleveringen als allereerste te horen en ook vanzelf in je feed te zien. Druk even op abonneren of op volgen en dan druppelen ze helemaal vanzelf binnen op je smartphone. Wat is het onderwerp vandaag? Het onderwerp vandaag is de urban jungle. Een zonderling, maar ook zowel een deprimerend als een zeer opwekkend boek. Omdat het eigenlijk helemaal hangt aan een zonderlinge paradox die we eigenlijk totaal niet aan hebben zien komen. Althans, naar mijn gevoel, niet aan hebben zien komen. En dat is de paradox dat eigenlijk het betreurenswaardig is hoeveel schitterende natuurgebieden verwoest zijn door de snel groeiende mensheid op deze planeet. Vooral als het gaat om zeer omvangrijke stedelijke gebieden natuurlijk, waarvoor alles plat gaat en rivieren worden ondergronds gaan of helemaal omgedraaid worden of wat ze voor gekke dingen daar ook mee doen. De bestaande dierenwereld vaak wordt uitgeroeid. Kortom, het is niets dan verwoesting wat de klok slaat in die stedelijke gebieden. En dat is ook wel heel aardig in dit boek, in dat boek Urban Jungle, dat is geschreven door meneer Wilson, dat de beschrijving van wat er gebeurt in het gebied waar Los Angeles tot ontwikkeling is gekomen. Los Angeles is ook zo'n typisch Amerikaanse staat die ook groeit als een soort schimmel. Je kunt eigenlijk nauwelijks van een uitgesproken centrum spreken, maar de stad groeit, niet waar, over een gigantisch gebied in totaal, waarbij echt alles op de schop gaat. Letterlijk op de schop gaat en figuurlijk op de schop gaat. En als je het leest, die beschrijving van wat er allemaal verdwijnt en wat voor een fijne ecologie er naar de bliksem wordt geholpen. En over die Los Angeles River, wat niet veel meer is dan de Rijnkampse Beek tegenwoordig, die een soort van betonnen goot loopt en zo, waar ze er allemaal wel weer spijt van hebben. Nou, als je dat dan hebt, de tranen staan je in de ogen, bij wijze van spreken. En dan als je ietsje doorbladert, dan komt de paradox van dit boek, namelijk dan beschrijft Wilson wat nu de ecologische structuur van Los Angeles is. En dan kun je niet anders zeggen dat eigenlijk nu de ecologische structuur van de stad Los Angeles in allerlei opzichten veel interessanter is, veel aantrekkelijker is, veel groener is, veel vochtiger is, een veel grotere diversiteit aan dieren vertoont als dat die fantastische ecologische situatie die verwoest is door de bouw van Los Angeles. En daar zit, dat is de kern eigenlijk van het hele boek. Dat die steden natuurlijk, zeker in hun initiële ontwikkeling, niets dan narigheid en verwoesting met zich meebrengen. Je begrijpt ook wel waarom. Denk ook een beetje aan die 19e eeuwse steden, die vaak ook wel heel verschrikkelijk waren. Maar dat die steden nu eigenlijk, tot onze stomme verwondering in allerlei opzichten, want dat is wat hij bedoelt met urban jungle, dat die steden eigenlijk een soort gigantische natuurmonumenten zijn geworden. Een soort gigantische onbedoelde dierenpark. Ik weet niet precies hoe je dat het beste zou kunnen beschrijven. En dat in de hele tweede helft van het boek wordt in beslag genomen door een beschrijving van die zonderlinge paradox. Dat die steden van alles verwoesten, gruwelijke manier echt, de wetlands die volgebouwd worden. Overal worden ook precies dezelfde fouten gemaakt. Dus in drassige gebieden wordt enorm gebouwd. En dan blijkt het toch na, wat is het, 50 jaar, 100 jaar, dat niet verstandig geweest is. En dat er allerlei structurele problemen aanwezig blijven vanwege die drassigheid. Nou ja, denk aan Nederland. Je kunt ook aan Jakarta denken of Bangkok. Allemaal landen die, of grote steden die, waar het echt heel, heel droevig mee gesteld is. Op de middellange termijn, de Indonesiërs
bouwen een hele nieuwe hoofdstad, notabene op Borneo. Kalimantan tegenwoordig geheten, ja, dat moet je ook allemaal maar weten. Borneo is Kalimantan tegenwoordig. Maar die steden zijn, hoe je het ook beziet, zijn die steden wonderen van natuurlijke diversiteit. Vaak een veel grotere diversiteit dan er was voordat het steden waren. En dat ligt deels aan het feit dat die steden ook vol zitten met zogenaamde exoten. Dat we zeggen dieren die van heinde en ver uit de wereld aangevoerd zijn. Eerst parkvogels zijn geworden, daarna losgebroken enzovoort enzovoort. Maar nog veel amusanter zijn natuurlijk de verhalen over de dieren die erachter zijn gekomen. Dat vaak ook wel opportunistische en intelligente dieren zijn. Dat je in zo'n stad een stuk beter aan de kost komt dan op het platteland. En dat er in de stad beduidend minder op je geschoten wordt dan op het platteland. En dat er in de stad heel wat minder insecticiden, gewassen, bestrijding enzovoort voorkomt dan op het platteland. Want dat is natuurlijk een beetje de keerzijde van dit verhaal. Dat het platteland is deels ten prooi gevallen aan een sterk geïndustrialiseerde landbouw die op grote schaal afhankelijk is van kunstmest en vergif. Niet waar, om allerlei parasieten en zo weg te houden van de oogst, want anders wordt die door die parasieten opgegeten. Maar ja, dat doet zich in de stad natuurlijk in veel mindere mate voor. De gemeentes hebben nog wel de neiging om met Roundup aan de slag te gaan, maar ik geloof eigenlijk dat dat toch algemeen wordt gezien als nogal een stomzinnig soort van beleid. Dus je krijgt het wonderlijke verschijnsel en ik geloof dat die begint met Londen. En het fameuze vossenverhaal natuurlijk in Londen. Er wonen veel meer vossen in Londen dan op het omringende platteland. En dat had, wist ik veel, ik had dat eigenlijk nooit gelezen. Nou, mijn dochter heeft een tijdje in Londen gewoond. En die had daar een kamer. En in de vrij beperkte tuin in centraal Londen woonde een hele vossenfamilie. Die ook bijzonder geïnteresseerd was in de zweetschoenen van de bewoners van dat pand. Dat waren maar kamerbewoners. Dus die jonge vossen die speelden, die jatten die schoenen die ze bij de achterdeur hadden gezet. Om daar eens fijn in te gaan lekker te gaan bijten. Sterker nog, heeft zich al een soort stadsvos ontwikkeld, genetisch. Want die vosseninvasie die blijkt al in de jaren 30 begonnen te zijn. Ze weten ook niet precies waarom, misschien ook omdat de vossenjacht ook niet meer is wat die was. Of het nog wel mogelijk is, maar natuurlijk in de stad zich niet meer zal voordoen. Dan wordt natuurlijk in de stad ook niet geschoten. Ja, misschien door een enkele halve garen, maar niet zoals op het platteland waar iedereen een geweer heeft. En om met mijn vader te spreken, waar ze zelfs op meikevers schieten. Het is vaak een soort ook een rietenpassage dat je daar een geweer krijgt als je volwassen wordt. Vooral in Amerika natuurlijk, hè? Maar ook in Engeland of in Frankrijk. Ja, het citaat van mijn vader, ze schieten hier zelfs op meikevers, dat is naar aanleiding van Frankrijk. Ja, daar wordt ook op alles gepaft. Waar waren we gebleven? Bij die vossen, ja, dat was ook een verhaal dat door de myxomatose natuurlijk de konijnenstand enorm uitgedund is. Met als gevolg dat die vossen dachten, we trekken naar de stad. En nogmaals, vossen zijn intelligente en opportunistische dieren. En iedereen weet dat wij ongekend slordig zijn met voedsel. Er ligt overal voedsel. Als vos hoef je maar te vestigen bij een lagere school. En dan kun je leven van de weggegooide boterhammetjes. Omdat de kinderen allemaal een reep chocola bij de kruidenier op de hoek gaan kopen. Dat is natuurlijk al tientallen jaren zo. Nogmaals, er heeft zich al een stadsvos gevormd. Die heeft een net iets andere kop, begreep ik. En die is nieuwsgieriger dan zijn soortgenoot op het platteland. En hij is tammer, hij is minder bang. Omdat hij hoeft niet verschrikkelijk bang te zijn. Want stel voor dat je straks maak je een wandelingetje in het Wilhelminapark. Je ziet een vos. Dan zeg je, een vos, jezus, nog maar toe. Die gaat me aanvallen of zo. Hij moet doodgeschoten worden door de gemeente. Je zal een enkeling hebben die dat natuurlijk wel beweert. Ja, dus het is ook een beetje het dassenverhaal. De das stond in allerlei opzichten in Nederland op uitsterven. Nou hebben we die bij Das en Boomclub gekregen. Die heeft de das van de ondergang gered. En nu bedreigt de das in feite
door zijn ongekende succes het Nederlandse spoorverkeer. Omdat die dassen ook een stuk minder intelligent dan vossen, maar toch er wel achter zijn gekomen dat zo'n spoordijk wat hoger ligt en droog is. En nou, een heel prettig materiaal bevat om eens een fijne dassenburg te bouwen. Ik zie nog die foto voor me van die reuze dassenburg in Duitsland ergens waar 200 dassen woonden. En die zag je ook, het was ook een foto waar echt tientallen dassen tegelijkertijd op stonden. Maar het zijn niet alleen dassen, het probleem doet zich overal op probleem. Het is geen probleem. Want je moet natuurlijk beginnen met het feit, ik ga zo door met de wat grotere dieren. Er is natuurlijk in de stad al een immense populatie van dieren die je alleen soms ziet. Of denk aan de duiven. Hè. Een stad als Utrecht, daar zijn al, ik denk, miljoenen duiven die ook makkelijk aan de kost komen zonder al te grote problemen. Ja, niet alleen duiven, denk aan ratten. Die zijn in elke stad, ook als het een hele relatief nette stad is zoals Utrecht. Als je ratten wil zien, ga s'avonds in de schemering langs de singels wandelen. Hè. Maar als de singellopen is afgelopen, dan komen de ratten tevoorschijn. Die schrikken zo nu de kloten van de singelloop. Maar komen de ratten tevoorschijn. Die kun je daar maar rustig op en neer zien lopen. Dat ik denk ook bij de Rembrandtkade, eerlijk gezegd. En dan nog, laten we zeggen, de insectenpopulatie. De vlinderpopulatie, dat is meestal niks in de stad. Maar mieren doen het in principe heel goed in de stad. In New York is het een bekend voorbeeld dat in Park Avenue heb je een middenberm en daar bleken eigenlijk 6 verschillende mierensoorten te wonen. Wat op zichzelf wel interessant is natuurlijk. En 6 soorten bleken afkomstig uit Europa. En 6 soorten waren typisch Amerikaanse mieren. Waar je ziet, dat klopt, is immigranten. Het waren een deel van de mierenpopulatie was geëmigreerd. Geëmigreerd. En een gedeelte van de mierenpopulatie was al daar. Die had het eigenlijk beter gedaan dan de oorspronkelijke native population van de Verenigde Staten. En dat geldt eigenlijk, hetzelfde geldt voor, nou ja, ik kan iedereen aanbevelen, ook in Nederland, als u een tuintje heeft, hoe klein ook, en er liggen van die stoeptegels, til eens zo'n tegel op en kijk wat eronder zit. Er zijn in Nederland ook alleen al 31 verschillende soorten pissebedden. Dus een gigantische populatie van dieren die het, waarvoor de stad een prima habitat is, om het maar even zo te noemen. Maar ook grotere dieren die komen in toenemende mate naar de stad. Ik herinner me nog, niet zo lang geleden, denk ik, een jaar of 4, 5 geleden, dat er voor het eerst een coyote was gesignaleerd in het Central Park. En nou, als je een beetje weet hoe Central Park ligt, in het hart van Manhattan. En iemand had uitgevogeld hoe die coyote daar gekomen was. Nou, dat was dat je denkt van, hallo, zo'n coyote, we hadden 17 bruggen gepasseerd, 6 tunnels, was meerdere malen het spoor overgestoken. Nou, dat je denkt, dit is wel een... Ja, ze rijden weer vlot door de straat in ieder geval. Waarschijnlijk ook op weg naar het evenement. Ja, dus overal zie je deze coyotes zijn natuurlijk goed te vergelijken met vossen. Dat zijn intelligente en opportunistische dieren. Dus op de duur zal, over die allereerste coyote ging vrij snel dood. Die was kennelijk toch een beetje verzenuwd geraakt door zijn avontuurlijke reis. Maar tenslotte denk ik dat coyotes een vrij normaal verschijnsel zullen worden in alle Amerikaanse steden. Zodra ook mensen zeggen van ja, die hoef je niet allemaal dood te schieten. Ze zijn eigenlijk in principe niet gevaarlijk. Ze zijn vaak veel banger voor ons dan wij voor hen. Maar je hebt ook natuurlijk in Amerikaanse suburbia de bekende verhalen over zwarte beren. Ja, die als ze honger hebben in het bos, dan komen ze naar suburbia. Omdat daar vaak ook weer overal voedsel rondslingert. Wat ze graag komen opeten. En je denkt aan de wilde zwijnen. Een plaag in Berlijn. Als je s'avonds een beetje oplet, kun je daar zo. Die wilde zwijnen, die boom die in alles omvroeten, alle grasvelden en perken en zo. Er moet wel bijgezegd worden, dat deed me natuurlijk wel een klein beetje pijn, dat kijk eens, tuinen en parken zijn voor de ecologische rijkdom eigenlijk betrekkelijk waardeloos. Parken zijn veel te netjes, er zijn veel te veel grote grasvlakten. Grote, gazons, dat is voor de natuur is dat niet veel zaaks.
Het boek is ook in allerlei opzichten een pleidooi. Laat eens wat rommel ontstaan in de stad. Hè. Hoe komt het dat het niet interessant is? Wat? Hoe komt het dat het niet interessant is, die grote vlaktes? Omdat het voor dieren niet zo bijster interessant is. Hè. Wat je bijvoorbeeld moet doen, stel voor dat er is een ruïne ergens. Laat die ruïne eens een tijdje liggen. Dan zul je zien dat na 2 of 3 jaar is het een bloemenpracht. En dan vind je er allerlei rare insecten. Kortom. Hij zegt van ja, je moet natuurlijk werken aan natuurherstel, natuurlijk, dat spreekt voor zich. Maar eigenlijk, en daar gaat het boek in allerlei opzichten over, in die zin is het uiteindelijk een heel optimistisch boek, herstelt de natuur zichzelf op een spectaculaire manier. Veel sneller dan je altijd denkt. Hè? Nou ja, denk aan die wilde zwijnen. Die wilde zwijnen in Berlijn zijn een lange plaag geworden. De wilde zwijnen in Texas, dat is een gigantische plaag geworden. Een hele wilde... woeste wilde zwijnen, zal ik maar zeggen. He? Ook wilde zwijnen zijn kiedendieren die bovendien zich voorplanten met heb je wel eens gezien, toch zo'n wild zwijnmoeder met weet ik het, 15 van die aandoenlijke gestreepte biggetjes erachteraan. Of ik heb dat verhaal al verteld van die 2 keilers, zoals dat heet, die wolf aanvallen. Die wolf die zich werkelijk ongeanstrengt. Ook wolven zijn een typisch voorbeeld van dit fenomeen. Ik begreep uit het boek, ik heb er zelf nooit iets over gelezen, dat overal in Oost-Europa, zeg in suburbaan gebied, dat je daar zonder al te grote problemen wolven tegen kunt komen. Nou ja, je kunt natuurlijk in Nederland tegenwoordig ook wolven tegenkomen. En je kunt je afvragen hoe succesvol de wolf het zal doen op de Utrechtse Heuvelrug. Daar zie ik in feite voor. En wilde zwijnen ook als je het bos in gaat? Ja, wilde zwijnen redden het ook prima overal in Nederland in bosrijk gebied. Sterker nog, ontwikkelen ze vaak al heel snel tot een soort plaag. En dan worden ze toch beschoten. En zijn gevaarlijk ook wel, hè? Moet je niet zomaar bedenken. Ja, nee, zeker als ze jongen hebben zijn ze gevaarlijk. Zeker, ja. Nee, ik heb vaak genoeg op de wandeling van mijn opa's we ze dan hoorden. En dat was zo'n varend bos waar ze woonden. Ja, dit was in de steeg, boven de steeg. En dan zorgden we altijd wel dat we uit de buurt bleven, want je hoort ze geweldig. Precies. Ook mensen met honden, hè? Die moet je ook oppassen. Ze snorren wat af. Ja, ze zijn absoluut niet bang voor honden. Nee. Daar moet je wel rekening mee houden. Nee, dus ze gaan gewoon, nou ja, denk aan die wolf. Ze gaan gewoon in de aanval. Nou, dit is een fenomeen wat je op tal van plaatsen ziet. Namelijk dat de dierenwereld, dat die eigenlijk terugkomt naar de stad. Er is ook een verhaal over Brisbane, waar de koala's, dat schijnen hele sluwe dieren te zijn. En je weet, die koala's, dat zijn van die ongelooflijk slome duikelaars, die in die bomen leven van die eucalyptusbladeren. Maar dus ook de koala's hebben Brisbane ontdekt als een hele nuttige plek om te gaan wonen. En dat zie je dus wereldwijd, dat grote stedelijke agglomeraties in feite min of meer spontaan een enorme natuurlijke ecologische diversiteit hebben opgebouwd. Wat voor die grote dieren geldt a fortiori natuurlijk voor die enorme dierenwereld die daar natuurlijk nog onder schuilt. Ik heb wel eens een tegeltje in de achtertuin opgetild dat je denkt, nou, het is ongelooflijk werkelijk wat een diversiteit daar aanwezig is. Nu zullen toch al veel Nederlanders hebben zo'n een hoopje zand hergezien op hun terras waar die mieren bezig zijn om hun onderaardse woningen te vergroten. En jouw tuin is ook een prachtig voorbeeld. Ja, maar hebben wij onze tuin laten verwilderen natuurlijk. Want dat is natuurlijk veel leuker voor de dierenwereld. Nou, onze katten zijn er, van de buurtkatten zijn er ook gek mee. Die komen altijd bij ons in de tuin pitten. Omdat het daar gewoon prettige schuilplaatsen zijn. Katten verwilderen snel, hè. Ook in Nederland zijn massa, dus ik dacht ook wel een richtlijn dat jacht op vieners verwilderde katten doodschieten. Maar goed, het is een wonderlijk boek in de zin, ik geloof dat ik nu wel alle grote thema's zo'n beetje besproken heb, dat de stad zijn eigen nieuwe en in allerlei opzichten heel positieve ecologische structuur schept. Alle natuurliefhebbers die zullen nu al met het schuim op de mond op de bank zitten. Oh, dat is schandelijk en natuur is toch heel wat anders dan een stad. Nee, als de natuur het goed doet in de Franse Halstaat, dat maakt helemaal niks uit. Natuur is natuur. Sterker nog, wij zijn zelf een onderdeel van de natuur, maar dat is een filosofische kwestie waar we nu verder niet op in zullen gaan.
Maar natuur is overal. Er is een heel beroemd filmpje. En dat laat zien hoe Manhattan zich ontwikkelt als de mens plotseling volledig verdwijnt. En dan is het echt in 10 minuten, dat is nou erg optimistisch. In 10 jaar begint het te verwilderen. Struiken schieten op, boompjes. Met name natuurlijk de ondergrond. Ze moet permanent ontwaterd worden, leeggepompt worden. Anders loopt die onder water. Dus ook daar ontstaat in no time rimboe. Sterker nog, in de COVID-jaren, toen deels het verkeer wegviel in veel steden in de wereld, niet waar, zag je plotseling herten die over de straat liepen en ja, die al bezig waren om iets prematuur misschien, om de boel te koloniseren als wij de aftocht hadden geblazen. Hoe heet dat filmpje waar je het net over had? Ja, dat weet ik niet. Dat moet je even opzoeken op het internet. Wat moet ik intikken dan? Geen idee. Waarschijnlijk Manhattan after 10 years without humans, zoiets. Meestal is het internet vrij creatief, ook als je niet precies weet wat de titel is. Dan kom je tenslotte wel uit. Het kan best zijn dat er meerdere van dit soort van filmpjes zijn. Waar je ziet dat natuurherstel, dat de natuur vooral zelf enorm goed is in het herstellen. Ja, waarbij ik net doe of de natuur een soort persoon is of zo, dat is helemaal niet waar. Vanzelfsprekend, maar dit is de urban jungle. Het is, je begrijpt het wel, in tropische steden, waar het vaak nog heel anders was, heel veel Aziatische steden, waar veel meer ruimte was om voor dit soort van verschijnselen dan in westerse steden. Dat heel veel westerse steden initieel, natuurlijk zeker in West-Europa, zijn gebouwd binnen muren. En dat betekent dat het heel compacte steden zijn waar relatief weinig ruimte is voor parken en gazons of voor grote bompartijen. Maar het was in Aziatische steden vaak wel anders. Maar je ziet nu wij natuurlijk uit die ommuring zijn allang zijn losgebroken. En we hebben suburbia, hoe heet dat nou, de buitenwijken gecreëerd. Nou ja, ga in Bilthoven. Ik wil verder dat Bilthoven vol zit met vossen. Dat zijn schuwe beesten. Ze weten precies dat we niet te vertrouwen zijn. Maar ja, ze zullen tenslotte... Waarom niet? Ik dacht ook, waarom niet een wolf in het Wilhelminapark? Daar eenzaam loop achter mijn rollators. Dat je dan toch nog door een wolf verslonden wordt, bij wijze van spreken. Dat gaat niet gebeuren. Maar goed, ik wil maar zeggen, de natuur verandert natuurlijk. Maar denk aan die halsbandparkieten. En dat is een tropische vogel, de halsbandparkiet. Het wemelt in het park. In Amsterdam heb je al 10.000 halsbandparkieten. Hode broeders. Zo efficiënt, niet waar, met de papegaaienbek. Dat ze hele gaten slaan in nieuwbouwwoningen. Om een hol te vormen. Ja, dus het is in dat opzicht is het een geweldig boek eigenlijk. En een opgewekt boek. Positief boek, ja. Ja. Ik vind het mooi om te horen dat als je zegt van dat steden hebben voor meer diversiteit gezorgd van de natuur. In Los Angeles, zoek het citaat op. In Los Angeles is de ecologische diversiteit veel groter dan die was voordat Los Angeles bestond. Ja. Maar het ligt natuurlijk ook aan de exoten die wij importeren. Vaak tientallen. Want die beginnen in parken. Neem maar ook de rhododendron, ik noem maar een exoot op. Waar komen die vandaan? Die komen uit de Himalaya. Dat gebied. Maar die doen het hier ook prima. Ja. Heel veel, of de halsbandparkiet. Of de Nijlgrans. Of weet ik veel wat je maar wil. Er zijn tal en tal van voorbeelden. Ja. En daar zitten we. Wij zijn enorm tegen exoten. Proberen ze ook altijd uit te roeien en zo. Maar dat is eigenlijk een beetje ontenissen. Ben je haar zelden succesvol bij het uitroeien van exoten. Vooral omdat het ze vaak ontbreekt natuurlijk aan natuurlijke vijanden hier. Die moeten eerst ontstaan als het ware. Maar wat je wel ziet is natuurlijk dat er een soort van homogenisering van de fauna optreedt. Dat je trouwens ook misschien van de flora optreedt. Dus dat leuke Chinese planten worden hier geïntroduceerd, doen het hier geweldig en kunnen zelfs ook weer een plaag worden. Maar we hebben toch ook al jaren heb je die angst... Een psychose dat wasberen zich duizendvoudig over Europa zullen verspreiden. Dat valt nogal mee, is mijn indruk. Maar de wasbeer is een typisch Noord-Amerikaans dier. Ook de wasbeer is een typisch voorbeeld van een intelligente, opportunistische stadsbewoner.
Ja, ik heb het allemaal, ik had beter naar mijn dochter moeten luisteren, want die is ooit een jaar in Boston geweest. En die zei, weet je wat zo gek is? Die woonde daar in een dormitory van een universiteit. Maar weet je waar wij nou last van hebben s'nachts? Van die wasberen. Die zijn steeds bezig om al die vuilnisbakken. Dan doen ze de deksels vanaf en zo. En dan halen ze van alles en nog wat uit. En wasberen zijn ook heel, nogmaals, creatief en intelligente dieren. Dus vroeg of laat, wie zal het zeggen? Niet waar, loop je de straat uit en tot je stomme verwondering zitten er twee wasberen aan de weg en aan het kader. Ja. Je stipt al heel kort aan de bestrijdingsmiddelen. Hè? Daar heb je het volgens mij eerder ook wel eens over gehad. Ja, die bestrijdingsmiddelen zijn een ramp voor de natuur. In allerlei opzichten. De insectenpopulatie is natuurlijk significant verminderd. In die gebieden waar de insecticiden op grote schaal gebruikt worden. Het is onbegrijpelijk dat de Europese Unie een aantal insecticiden toch weer verlengd heeft op het punt toestemmingsgebied. En ja, dat is allemaal weer, sorry dat ik het zeggen moet, de landbouw zit hier natuurlijk achter. De landbouw is een mega gebruiker van insecticiden en alle andere rotzooi niet waar om de oogst te beschermen. Dat de bijenpopulatie zo achteruit gaat, dat heeft meerdere oorzaken, maar een van de oorzaken is dat ze slecht tegen die, ja, hoe heet die dingen ook weer? Die moderne gif. Nou ja, op veel gebieden in West-Europa, waar er sprake is van intensieve landbouw, daar is bijvoorbeeld de insectenpopulatie met de helft of meer afgenomen. Dat is een heel, heel slecht signaal als dat zo is. Daar moet je echt proberen. En je bent zeker bij insecticiden en kunstmest, is men natuurlijk steeds geneigd om te vluchten in nog meer. Als het minder effectief begint te worden. Dus de oproep in dat boek is, gebruik het niet. Ja, zeker. Op de middellange termijn moet je ervan uitgaan dat we er iets anders moeten proberen. Een alternatief. Maar er zijn allerlei biologische bestrijdingsmethodes. Oké, dus die zijn er wel. Denk aan die komkommerkassen waar ik ooit geweest ben. Waar drie jongelui 7 miljoen komkommers per jaar produceerden. En daar was het een biologische bestrijdingsmethode. Dat waren zakjes eitjes van de sluipwesp. En die sluipwesplarven die komen tevoorschijn en die worden de sluipwespmoeder legt de eitjes in de rupsen van andere insecten. En dan te bedenken dat jij komkommers helemaal niet lekker vindt. Ja, dus wat mij betreft hadden ze al die klote dingen op mogen eten, die insecten, maar dat was. Ik vroeg naar waar gaan die dingen naartoe? Weet je, waar al die komkommers van ons naartoe gingen, naar Frankrijk notabene. Die worden ze waarschijnlijk daar op zo'n boerenmarkt verkocht, alsof ze ter plekke gegroeid zijn. Vind jij courgette dan ook vies? Want dat is natuurlijk een afgeleide van komkommer. Ik vind courgette is niet vies, maar ik vind er eigenlijk geen reet aan. Dus ze kunnen geroosterd nog wel met wat hulpwerk kan het nog wel eetbaar zijn, maar ik ben geen rood courgette liever. Maar jij vindt het beter dan komkommer? Komkommer vind je ronduit smerig? Ja, afschuwelijk. Vooral omdat ze vies ruikt. Dus als dat op een broodje zit bij de slimste in de kantine, dan gooi je dat ertussen uit? Nee, dat hele broodje eet ik niet op, want die smaak is enorm besmettelijk. Je hoeft maar een stukje komkommer op de zalm te leggen en die zalm die smaakt naar komkommer. En een klein beetje een gevoelige smaak hebt. En nu ik mijn smaak weer terug heb, nu ik 23 jaar ruim niet gerookt heb. Oké. Laten we eens even, nog even het boek noemen. Urban Jungle dus en de schrijver. Urban Jungle. En die man heet Wilson. Hij heeft ongetwijfeld initialen, maar die weet ik niet uit mijn hoofd. Oké, maar dit is denk ik voldoende. En dan, het is in het Nederlands vertaald ook. Het leest vlot weg. Het is allemaal heel, ik denk, oh wat leuk, wat interessant. Hoe is het toch gods mogelijk dat? En ja, dan komt er weer zo'n verhaal. Van zo'n mevrouw die op de porch van haar eenvoudige woning 's ochtends een enorme zwarte beer aantreft die bezig is om iets op te eten, wat ze daar heeft laten liggen. Wat vragen? We hebben natuurlijk in de voorgaande afleveringen gehad over, hadden de Duitsers kunnen winnen? Hier is een vraag van iemand die zegt, Duitsland winning the war, want als ze Rusland niet aangevallen hadden, was dat het geval. Probleem is in ieder geval dat ze dat niet op tijd hebben ingezien. En in de UK hebben ze de focus gehouden op de luchtaanvallen en hadden ze ook de oorlogsindustrie moeten aanvallen. Is Maarten het daarmee eens?
Ja, daar ben ik het grotendeels mee eens. Even recapituleren. Ja, we hebben het daar trouwens, dat heb ik wel vermeld volgens mij. Gesteld dat Duitsland en Rusland niet, de Sovjet-Unie niet zou hebben aangevallen. Wat dan? Dat is natuurlijk een heel interessant scenario. Stel voor dat Hitler in de zomer van 40 had gezegd van, nou moet je eens even kijken wat ik tot stand heb gebracht. Dat is geen krantenpjes. Dus ik stop ermee. Ik ga mijn pensioen. Een heel fijn huis daar in Berchtesgade. Prachtig uitzicht, kan ik je garanderen. De huis is overigens opgeblazen, maar het uitzicht is er natuurlijk nog. Ja, dat is absoluut een feit. Dat is niet duidelijk hoe het dan verder zou hebben gemoeten. Al kun je je afvragen natuurlijk. Kijk, de beslissende momenten zijn dus de aanval op de Sovjet-Unie. Heeft Hitler gedaan, dat hebben we verteld. Hè. Hij dacht dat het in 9 weken gepiept was. En een klassieke fout natuurlijk van de zogenaamde stratege of van de slechte stratege. Namelijk de onderschatting van de tegenstander. Dat je niet weet wat je tegenstander kan. En dan heeft die tegenstander met de Duitsers nog een hele tijd heel makkelijk gemaakt. Door echt zo stompzinnig te vechten en georganiseerd te zijn dat het droevig is om het aan te zien. Het heeft ze 5 miljoen krijgsgevangenen gekost, de Russen. Maar tenslotte hebben de Russen de zaak op de rails gekregen. En toen was het wel klaar met de Weermacht natuurlijk. Dus dat is punt 1, de onderschatting van de tegenstander. Maar ik denk toch dat ook het feit dat de Japanners aan de oorlog zijn gaan deelnemen. Dus 7 december 1941. Want dat bracht de Verenigde Staten in de oorlog. En de Verenigde Staten hebben vrij snel besloten dat ze in feite... Duitsland als de primaire vijand zagen van het Westen, als je het zo wil noemen. En dat ze in ieder geval in eerste instantie hun aandacht vooral zouden geven aan de oorlog tegen Duitsland. Hoe dat gelopen zou zijn als Duitsland na de zomer van 40 niet had besloten om. Maar feitelijk moeten we toch constateren dat het was altijd ook in de lange termijn planning Hitlers bedoeling om een groot koloniaal rijk in Europa te creëren. En daarvoor was het natuurlijk noodzakelijk dat het hele westelijke deel van Rusland, van de Sovjet-Unie, door de Duitsers veroverd zou worden. En wat er over was van de Russische bevolking zou of uitgemoord of uitgehongerd moeten worden, of achter de Oeral gejaagd moeten worden. Dat was het idee. Dus het zat altijd in de planning. En daarom heb ik toen dat verhaal afgesloten met het feit dat Hitler dus een waardeloze stratege was die absoluut niet goed heeft nagedacht. En ook over zijn potentiële tegenstanders, bar slecht geïnformeerd was. Wel begrijpelijk, want iedereen in de wereld was bar slecht geïnformeerd vanwege die Finse winteroorlog, waarin die Finnen aanvankelijk enorm succesvol waren. En de Russen pas na enige tijd de zaak konden winnen. Dus het was wel begrijpelijk, maar desalniettemin, de Duitsers waren wel verbaasd dat ze dan een hele zwik van die Russische divisies uitgeschakeld. En dan bleken er weer nieuwe divisies te zijn. Dus luister die podcast even terug als je die helemaal wil horen. Hadden de Duitsers kunnen winnen? Hadden de Duitsers kunnen winnen? Ja, eigenlijk als ze meteen na de overwinning op Frankrijk onderhandelingen hadden gestart. En bereid waren geweest tot vergaande concessies. Niet waar? Ondanks het feit dat ze die oorlog zo verrassend hadden gewonnen. Wie weet. Maar nogmaals, dat was niet het plan van Hitler. Nee. Heel ander verhaal dan. Over de schimmels. Zijn het nou planten of zijn het dieren? Daar zijn ook veel vragen over. Het zijn geen planten en het zijn geen dieren, maar het zijn wel levende wezens. Meer levend dan planten. En waar baseer je dat op? Op modern onderzoek. Maar nu blijkt natuurlijk ook dat bomen bijvoorbeeld veel ingewikkelder gedrag vertonen dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden. Als we nou iets hebben geleerd in de afgelopen 25, 30 jaar, althans zolang ik al die weekbladen, die wetenschappelijke bijlagen lees, is dat levende wezens in de breedste zin van het woord veel intelligenter zijn dan wij eigenlijk altijd dachten dat ze waren. En dan moet je me nog even helpen met wat ik naar een meneer toe moet sturen van iets wat is een bijeenkomst waar jij gaat spreken. Dat is pas in juni, dus dat is nog ver weg. Maar je weet hoe het gaat. Die mensen die willen even met jou bellen en die willen iets inplannen. Ja, het liefst willen ze een hele middag met mij afspreken. Ja. Wat zal ik tegen die meneer zeggen? Want hij wil wel iets inplannen.
Telefoon. Maar wat is het? Wat ik bedoel? Ja, voor die pensioendingen is dat. Oh, dat is dat pensioending, ja. Ja. Doen we dat ook samen? Ja, dat is zo'n combi. Oké, dus dan moeten we ons wel in die pensioenen verdiepen. Maar het is maar een half uurtje, hè, dus dat is heel kort. Oh, ja. Een half uurtje. En je wordt met de taxi opgehaald, dat is ook wel geregeld. Oké, nog mooier. Dus dat staat allemaal in de agenda, ergens in juni. Maar wat zal ik tegen die man zeggen? Zal ik zeggen van, we prikken een datum ergens in die week? Juni. We moeten hem een beetje ruim aanbieden. Ik zou zeggen, ergens bel mij op, ergens 2 weken van tevoren. En dan moet hij even jou zeggen wanneer of wat. En dan zeg ik wel of dat kan, okay. Ja of nee. Okay. In principe nooit voor 1 uur 's middags. En liever niet 's avonds, omdat je denkt, oh god, er is iets vreselijks gebeurd. Kortom, ik kan geen garanties bieden. Okay. Zoals nu heb ik hem uitgezet. Maar kunnen we ook een tijdstip afspreken? Ja, in principe liefst tussen 12:15 of zo. 1 uur of 12:15, dat is prima. Oké, prima. Dan ga ik dat even aan hem doorgeven. Zo'n telefoongesprek duurt dan ook, ben je 10 minuten, een kwartiertje, ben je daarmee klaar. Ja. Dat natuurlijk, als je een afspraak maakt, dan ben je hele dag deel kwijt. Ja, ja. Even denken en niet fysiek afspreken, hè? Gewoon telefonisch. Telefonisch, zeker. Ja, ja. Zeker. Telefoon is een heel efficiënt apparaat, okay. Net als e-mail. Daar begrijp ik ook helemaal niks van al die hele sociale media. Hadden we een prima medium, e-mail. Je kunt er alles mee, foto's versturen. Zorg ook dat het bericht niet al te lang wordt, niet al te veel gelul. Prachtig medium, maar nee, we moesten allemaal kletsmedia hebben. Nou, wij kunnen er ook wel wat van, toch? Van dat geklets en dat geouwe hoeren in deze podcast. Het leuke is trouwens wel, we hebben een lang Pinksterweekend voor de boeg. Dus dat is de ideale kans om de podcast die je deze week gemist hebt nog een keer terug te luisteren. En het zijn behoorlijk mooie afleveringen, al zeggen we het zelf. Onder andere over, moeten we overwegen om Oekraïne toch toe te laten treden tot de NAVO? En de vernedering van de Russen op eigen grondterrein. Ook die aflevering vind je in de beschrijving bij deze podcast. En tot slot, de man die wij binnenkort gaan ontmoeten in het Spand in Bussum, want daar hebben we een live podcast tijdens een praktijkonderwijsdag, Dennis Wiersma. En zijn woede-uitbarstingen en de slachtoffers die hij heeft gemaakt op verschillende ministeries. Ook die aflevering luister je nu terug in dat lange, lekkere Pinksterweekend via de link in de show notes. Alle natuurliefhebbers die zullen nu al met het schuim op de mond op de bank zitten. En mocht je er helemaal geen genoeg van krijgen, luister dan nu naar het luisterboek van Maarten van Rossum over de geschiedenis van Rusland. En leer meer over de motieven van Poetin om Oekraïne aan te vallen. Dat luisterboek staat nu voor je klaar in de show notes.